Het Eindhovens GroenLinks raadslid en docent Tom van den Nieuwenhuizen is in de race voor de Mr. Gay Nederlands verkiezing 2015. Je deed in 2017 ook al mee. Kun je op 33-jarige leeftijd eigenlijk nog wel op tegen al die hard bodies van die 20-jarigen? Nou ja, ik heb de foto's bekeken en volgens mij kan ik nog best mee. Ik denk dat ik een andere bagage meebreng dan iemand die 20 is. Ik heb een stuk meer levenservaring en ik heb volgens mij ook al heel veel gedaan voor de homogemeenschap. Dus volgens mij kan ik daardoor me ook beter positioneren als iemand die hen wil vertegenwoordigen. Stel, op 25 september sta je daar met die grote kroon op je hoofd. Wat is dan jouw speech? Wat ga je vertellen tegen de mensheid? World peace natuurlijk. alle gekheid op een stokje. Mijn boodschap is, en dat is het vanaf het begin af aan, dat ik hoop dat iedereen zichzelf durft te vinden. En van daaruit ook dingen doet waar dat ze gelukkig van zijn en gelukkig van worden. Nou, en een van de dingen die daarvoor nodig is, is dat als je homo bent, dat je uit de kast durft te komen. Dat je jezelf durft te zijn. En er zijn ontzettend veel meiden en jongens die ontzettend veel moeite hebben met uit de kast komen. Dus daar wil ik voor staan en hen wil ik helpen, inspireren en laten zien dat het oké is om jezelf te zijn. Is Nederland minder tolerant geworden als je vergelijkt 2007 en 2015? Gevoelsmatig wel. 82% van de Nederlanders heeft moeite met homo's en met homoseksualiteit. Met het zien van twee mannen die hand in hand lopen. Ik vind dat heel veel. Ik vind dat schokkend. Ik vind het schokkend dat Nederland 7e is op de Europese ranglijst van meest homovriendelijke landen. Dat betekent dat er 6 landen in Europa homovriendelijker zijn dan wij. Dus ja, er is nog heel veel te doen. Ik denk dat er echt nog heel veel te doen is in Nederland. Via MrGay.nl kun je stemmen op Tom of een van de 11 andere finalisten. De grote finale is op 25 september in Panama in Amsterdam.